De kinderen van het Kennemer College doen mee aan Dance for Life. Waar staat de actie voor? De actie staat voor een wereld zonder AIDS. Daar komen zij voor in actie. En wat voor acties worden hier allemaal genomen? Nou, dat gaat echt van hele kleine acties tot echt supergrote acties. Heitje voor een karweitje, smoothies verkopen zoals u hier achter misschien wel ziet. Andere lekkere hapjes verkopen, kunst verkopen. Er is een zwemnachtmarathon geweest waar we ontzettend veel geld mee hebben opgehaald. Dus de leerlingen zijn heel goed bezig. En weet je ook waar de donatie voor gebruikt gaat worden? Ja, die gebruiken ze voor preventie en voorlichting in Afrika. En natuurlijk zijn de Dance for Life projecten ook in Nederland. Maar dat is vooral ook om voorlichting te geven en geld op te halen voor Afrika. En wat voor acties doen de kinderen hier nog meer? Ja, het is heel breed. Het is echt van een zwemnachtmarathon, ontzettend grote actie waar ze heel veel geld mee hebben opgehaald. 2800 euro ruim, dus dat is ontzettend veel. Zij verkopen kleine dingetjes in de pauzes, pannenkoeken, brownies, smoothies en zullen ook heitje voor een karweitje doen, auto's wassen. Ze kunnen het zo gek niet bedenken. Hoe lang duurt deze actie nog? Deze week hebben we eigenlijk de actieweek, maar zij kunnen nog doneren tot 13 november. Dan sluiten we officieel en dan gaan we kijken wat de eindstand is en wie er mee mag naar het slot-event. Want als een leerling 50 euro of meer ophaalt, krijgen zij als beloning voor hun harde werk een leuk feestje in Ahoy Rotterdam. Dat klinkt gezellig. En waarom heeft Kennemerland besloten om mee te doen aan deze actie? Die heeft besloten om mee te doen omdat ze graag het predicaat gezonde school willen behalen dit jaar. Daarnaast vinden wij ook belangrijk dat leerlingen zich leren belangeloos in te zetten voor een ander. Zo hebben we ook de maatschappelijke stage, maar het goede doel daarvoor in actie komen is er ook één van. Daarvoor doen jullie het. En er worden zometeen ook workshops gegeven. Welke workshops zijn dat? Dat zijn er een heleboel. We hebben echt hele uiteenlopende dingen. We hebben bijvoorbeeld een workshop voor ouders, Nederlandse woordenschat of begrijpend lezen. Zo kunnen zij hun zoon of dochter daarbij ondersteunen. We hebben ook een workshop trefbal. Daar kunnen ze gewoon lekker een keer tegen hun vader een potje trefballen. En we hebben Spaanse taal, beleggen voor beginners, een kniepracticum bij biologie. Dus we hebben echt van alles wat. Wat verkopen jullie hier voor lekkers? Brownies, cupcakes en... Stroopwafels. En dit is allemaal voor de actie Een Wereld Zonder AIDS? Ja. Jij hebt een mooie actie georganiseerd. Wat is dat voor actie? Ik heb de nachtmarathon georganiseerd voor Dance for Life. Dat is een actie vanuit school om AIDS te stoppen. En ik vond dat daar wel wat tegen gedaan moest worden. Dus daarom ging ik de nachtmarathon organiseren. En wat moet ik me voorstellen bij een nachtmarathon? Wij gingen de nachtmarathon zwemmen en we gingen dat van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends zwemmen. Maar we zwommen eigenlijk 13 uur in 12 uur, want het werd wintertijd die nacht. Dus we waren daar iedereen eigenlijk een beetje mee aan het foppen. En heb je er heel veel mee opgebracht, op geld ingezameld ook? Ja, we zitten nu bijna op 3000 euro met de hele actie bij elkaar. Dus dat is wel veel geld, vind ik zelf. Ja. Hoi Sonja, jij hebt ook een actie gedaan. Wat voor actie was dit? Ik ging langs de deuren om geld op te halen en te vragen of ze me wouden sponsoren. En sponsoren waarin? Voor geld of voor Dance for Life. En dat is best wel gelukt. En hoe heb je zoiets nou opgezet? Eigenlijk ging ik gewoon zelf, toen we te horen kregen dat we voor Dance for Life geld op moesten halen, nadenken hoe kon ik nou het beste geld ophalen. En om langs de deuren te gaan leek mij de beste optie. Heb je al veel geld opgehaald? Ik heb nu iets van 725 euro, dus ja. Dat is echt een flink bedrag inderdaad. Ga je nog verder met de actie? Ja, tuurlijk, want ik wil wel proberen om zoveel geld mogelijk op te halen. U geeft hier een biologie practicum. Is dit uw bijdrage aan een wereld zonder AIDS? En wat houdt zo'n workshop in? Ik heb vanavond de binnenkant van een knie laten zien. En dat deden we met kippenpoten. De onder- en de bovenkant van een kip, dus een kippendij. Inclusief het onderbeen. En de knie van een kip is bijna insgelijks als dat van een mens. Dus dat is heel leuk om te zien. Ja. En nou ben ik wel benieuwd, waarom een kippendij en waarom niet het onderwerp AIDS? Ja, het is heel moeilijk om iets te vinden wat mensen boeiend vinden. Het gaat erom dat we zoveel mogelijk geld ophalen. Ja. Dus wij hadden zoiets van, dan moet het iets pakkends zijn. Ja. En vandaar dit onderwerp.
Er is natuurlijk heel veel onwetendheid, met name in Afrika, op het gebied van aids. Ja. En het is heel belangrijk dat er wereldwijd wat meer aandacht aan de voorlichting wordt gegeven, met name. Dus vandaar deze actie van Dance for Life. Vandaar deze actie Dance for Life. Ja, want wij hebben zelf zoiets, en eerlijk gezegd had ik dat zelf ook, van ja, maar aids is tegenwoordig niet meer een dodelijke ziekte. Niet voor ons westerlingen, maar in Afrika dus nog wel. Heel ernstig zelfs. Het begrip condoom is daar natuurlijk niet zo bekend als hier. En nou ja, dat is wel heel belangrijk. Waar kunnen de mensen allemaal doneren? De mensen kunnen doneren op scholenactie.danceforlife.nl. Zij kunnen dan de school opzoeken, op school doneren, op een klas of op een individuele leerling.